hoe zorg ik nou dat mijn handschoenen goed opgeborgen worden en dat ik ze in het nieuwe seizoen weer kan gebruiken. Einde seizoen. Spullen moeten weer netjes opgeborgen worden. Grote probleem wat wij heel vaak horen. Hoe zorg ik nou dat mijn handschoenen goed opgeborgen worden en dat ik ze in het nieuwe seizoen weer kan gebruiken? Nou, dan gaan wij nu eventjes vertellen hoe we dat het beste kunnen gaan doen. Zorg dat je een emmer of een wasbak vol laat lopen met water. Zorg dat het warm water is, zodat je gewoon eigenlijk net aan met je hand eronder kan. Dus dat het goed lekker warm op temperatuur is en laat het eventjes goed vol lopen. Ondertussen, mee dat het water loopt, doe je handschoenen aan. Ja, dan zorgen dat ze helemaal door en door nat worden. Helemaal zijknat maken. Goed, erin wrijven. Later een beetje uitknijpen. En je doet als het ware net als dat je normaal gesproken je handen wast. Als het water goed is volgelopen, dan duw je handen helemaal onder en dan knijp je het weer uit. En weer even wrijven en weer uitknijpen. Zoals jullie kunnen zien, begint het al aardig schoon te worden. Dus het vuil trekt er al pittig uit vandaan. Maar we zijn er ook nog niet, we gaan nog even verder. Vervolgens doe je de handschoenen uit. Dan hou je de handschoenen los onder en je knijpt ze goed uit. Een beetje wringen, maar ga ze niet draaien. En dan maak je de foamstuk. Goed inknijpen en draaien. En dan zie je al langzaam dat de kleur weer steeds helderder oranje begint te worden. Zet hem even hier neer, pak je de volgende handschoen en daar doen we hetzelfde mee. Goed inknijpen, een beetje uitwrijven, licht wringen. De meeste troep is er nu al vanaf en zoals jullie kunnen zien is het water aardig smerig geworden. Het is allemaal vuil wat eigenlijk in de handschoenen zat. We laten hem leeglopen. Het vieze water hebben we dus weg laten lopen, anders komt het weer terug in de handschoenen. Dus we gaan weer even opnieuw, in dit geval de wasbak of anders je emmer, opnieuw vullen. Wat wij er even bij pakken is een handschoenenreinigingsmiddel. Wij zijn zelf heel enthousiast over de Glove Wash and Repair. Dat gaan we nu eventjes gebruiken. Doe de handschoen weer aan. Pak er even eentje. Dit is echt om de finishing touch qua vuil eruit te halen. Een paar spuitjes erop, gaan onder water. Zoals jullie kunnen zien, trek nou nog meer vuil eruit. Dit doen we even per handschoen. Dus dit doen we één voor één. Dus dan loopt het water al lekker door. Dan doen we weer even hetzelfde. Gaan uitwringen hoe we dat net deden. En ditzelfde herhalen we uiteraard met de andere handschoen. De tweede even goed schoonmaken en de plekjes waar nog wat vuil zit. Je ziet dat je duwt het er zo uit vandaan. Onder houden. En dan weer wat uitknijpen. En dan heb je, zoals je kan zien, weer een prachtig mooie schone binnenkant van de handschoen. Handschoenen zijn helemaal schoon. Wat we doen, we knijpen een beetje overtollig vocht, knijpen we eruit. En nou komt het.
Deze handschoenen gaan we in de vriezer gaan we ze opbergen. Ze zijn helemaal schoon. Latex is een natuurproduct. Als het nat is en je vriest het in, stopt het met zijn werking. Op het moment dat jij ze weer nodig hebt, halen ze weer uit vandaan. En dan kan je ze zo gebruiken. Dus, doe de handschoen in een plastic tas. Dat kan gewoon een willekeurige plastic tas zijn. Maakt helemaal niet uit wat voor soort merk. Gewoon een boodschappentas. Doen we ze in. We wikkelen de handschoen er zo in. Het is een mooi pakketje. En die gaan we even in de vriezer leggen. Handschoenen gaan op deze manier gewoon in de vriezer. En dan laten we ze lekker liggen. De avond voordat je gaat trainen, haal je ze eruit vandaan. En dan kan je de volgende dag weer perfect je keepershandschoenen gebruiken. Klaar voor het nieuwe seizoen.